naam is Aline Bekkers, ik was net al even genoemd en ik wil u zelf wat zeggen graag. Dit is Lisette Meddens en wij zijn de jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling naar de VN. En ik heb een boodschap namens 120 jonge leiders. Zij vragen om lange termijn visie in het regeerakkoord. We weten allemaal dat we in een formatie zitten en wij willen dat nu eens duurzaamheid verankerd wordt in het overheidsbeleid. Dat we niet zorgen voor een sterker Nederland momenteel over 40 jaar, of over 4 jaar, maar ook over 40 jaar. Zodat er ook een visie is waar we naartoe werken met keuzes die op korte termijn worden gemaakt, beslissingen die nu worden genomen. Er komt nu een brief op u af, die wordt doorgegeven. Daarin vragen wij en verzoeken wij Samson, Rutte, de formateurs en alle Kamerleden om eens echt hiermee aan de slag te gaan en het nou serieus te nemen. Wij willen het, wij jonge mensen willen hiermee aan de slag, zijn hiermee aan de slag in het bedrijfsleven, in ons eigen leven en willen dat met jullie doen. Maar laten we nou ook eens die overheid vragen om mee te doen. En we hebben denk ik ook een verzoek dan aan jullie hiermee. Ja, we willen graag een beroep doen op jullie. We moeten namelijk met z'n allen, we zitten hier namelijk met z'n allen hartstikke mooi op een eiland, maar we moeten natuurlijk van dit eiland af. We moeten eigenlijk, ja, we moeten, figuurlijk moeten we van dit eiland af, ook in onze eigen levens. En we willen eigenlijk met z'n allen één groot, duidelijk geluid laten horen, want ik denk dat we het allemaal erover eens zijn, dat dit kabinet echt de keuzes moet gaan maken voor de toekomst, want anders krijgen wij straks een rekening die we misschien niet eens kunnen betalen. Dus we willen eigenlijk vragen, twee dingen. Eén ding, hou je brief in de lucht en dan gaat Raline nu een foto maken om te laten zien dat je het ermee eens bent. Dit kabinet moet duurzamer. Heel mooi. En dan... Heel goed. Iedereen, heeft iedereen al een brief? Ja. Ja. Heel goed. Oké, dan hebben we nog een linkerhand en nog een rechterhand. En daar zit als het goed is een smartphone in. Dan gaan we met z'n allen twitteren. @formatie2012. Dus rechtstreeks naar de formatie sturen we nu met z'n allen dat dit kabinet kiest voor een duurzame toekomst. En dan, je mag zelf weten hoe je het formuleert. Maar wij hier op Springtijd. We doen een beroep op het leiderschap van dit kabinet, deze formatie. Ze kiezen voor duurzaamheid en wel nu. Dus afsluiten met hashtag juist nu. Vanaf Springtijd, dankjewel. Een verklaring van oprechtheid getekend. Die heeft Hugo ook nog ondertekend volgens mij. Dat wij als jonge vertegenwoordigers van Nederland samen met hen willen samenwerken om wat ze hier in Rio hebben ondertekend ook echt daadwerkelijk in de praktijk te brengen. En dat ze daar met ons over om tafel willen zitten. Nou, die is door iedereen, dus Knapen, Asma, ondertekend. Dus daar gaan we ook zeker gebruik van maken. Van nou jongens, laten we nou eens kijken wat gaan we nu hier in Nederland doen. Want ik denk dat dat wel een van de allerbelangrijkste dingen is. Daar op dat hele hoge niveau, ontzettend abstract en langzaam, moeilijk, bureaucratisch en toch ergens teleurstellend wat er nou voor uitkomst is gekomen. Niet ambitieus, niet concreet, gewoon zonde. En we kunnen veel meer en dat begint dan toch echt gewoon hier op die Hollandse bodem waar wij heel veel kunnen doen. Waar wij echt onze eigen initiatieven en daarmee aan de slag kunnen gaan en vooral moeten doen. Want dat is denk ik onze kern met onze energie waarmee we op die conferenties lopen rond de stampen en met onze rode uitstraling. Er moet gewoon energie in, er moet gewoon actie komen, want we moeten nu gewoon doorpakken. Dus we hebben de heer Rutte ook meteen een brief geschreven uit Rio wat er nou eigenlijk is gebeurd. Meneer Rutte, het was een wereldtop voor minister-presidenten. Helaas was u niet aanwezig, maar wij waren wel. Dus wij zullen even vertellen wat er is gebeurd. Toen hebben we teruggekoppeld vooral op onze eigen thema's, het onderwijs en het... die werkgelegenheid, wat daar nou de belangrijkste punten voor de jongeren weer zijn. En daar gaan we nu denk ik eigenlijk ook mee aan de slag. En we zijn al een beetje begonnen met de formatie, dus dat we kijken, nou, hoe gaan we daar eens kijken, onze stem laten horen van nu is er weer een moment dat je een nieuw beleid gaat maken. En kijken voor de aankomende 4 jaar. Nou, toen hebben we gezegd, kijk nou ook die lange termijn, die 40 jaar, waar je ook veel meer moet doorkijken. Hoe kom je echt tot een duurzame samenleving en wat moeten we nu gaan doen om het ook serieus te gaan realiseren? Dus
Maar wij zijn gewoon meteen in Nederland teruggekomen, weer helemaal aan de slag met allerlei initiatieven die uit de grond worden gestampt, dan vooral op onderwijs. Ik denk dat ook wel een oproep is hier, dat als mensen samen willen werken, wees zo welkom, want wij willen graag gewoon de handen ineens staan, ook tussen generaties en tussen mensen die al bezig zijn en mensen die willen. En het andere is, zeker hier ook heel interessant, het green jobs. De bedrijven die hier zitten, die gaan leuk investeren in duurzaamheid, creëren een nieuwe werkgelegenheid. En daar kunnen we straks die jongeren in gaan werken, want die willen ook een baan die eerlijk is, een baan die groen is, een baan die goed is voor de wereld. En dat communiceren wij dan weer door, want als jongerenvertegenwoordigers ben je de schakel tussen de jongeren, gewoon in de klas, in het VMBO-lokaal, waar je gewoon één op één met mensen spreekt en die hoge pieven tot aan Ban Ki-moon blijft. Dus, wil je nog iets aan toevoegen wat we nog hier doen? Nu gaan we een dilemma bespreken. Ja, nou, dan was dat het, maar we hebben nog wel een dilemma, die willen we straks bespreken na alle andere presentaties. Wij gaan als afgevaardigden naar die toppen. Dit was echt een hele grote conferentie waar we heel veel mee konden, ook van tevoren. Maar we gaan ook bijvoorbeeld naar de klimaattoppen. Over 2 maanden ongeveer, korter zelfs, naar Qatar. En dat zijn echt van die processen, dat gaat over zo'n gespecialiseerd niveau, dat wij denken als jongeren, hoe kunnen we nou effectief bijdragen aan zo'n conferentie? Hoe kunnen we nou echt, wat we hier een beetje hebben gedaan, maar het was gewoon een beetje een andere situatie, denk ik, naar zo'n top toe gaan om proberen echt iets te betekenen voor de Nederlandse jongeren, maar ook voor zo'n hele conferentie. Dus we willen eigenlijk het aan jullie voorleggen, want ik ben nog 1,5 jaar jongerenvertegenwoordiger, jullie zijn nog 1,5 jaar. Hoe kunnen wij nou ons, zeg maar, die insteek aan een top geven, dat we ook echt wat neerzetten? Het doel is eigenlijk dat we niet gefrustreerd terugkomen en het idee hebben dat we zinvolle bijdrage hebben gehad. Ik heb nu een aantal van die toppen meegemaakt en we hebben specifiek op die tekst zitten lobbyen. En het was heel vermoeiend gewoon ook. En zo weinig resultaat. Als er 1 woordje of 1, zelfs een hele paragraaf. Dus we zijn nu aan het verzinnen van hoe kunnen we wegen verzinnen op zo'n wereldtop. Dat je misschien buiten die tekst om toch echt een zinvolle bijdrage. Dus daar willen we graag jullie mee. Ja. Dat gaan we straks zeggen. Dat gaan we.